Droge Delta is een ontwerpend onderzoek dat we binnen de schoot van de Vlaamse overheid hebben opgezet in samenwerkingsverband tussen het departement Omgeving en team Vlaamse bouwmeester Anderzijds. En dat is genoemd Laboruimte. Met Laboruimte pakken we maatschappelijke uitdagingen vast en proberen de ruimtelijke context ervan te verbeelden. In dit geval droogte. We zien namelijk dat het regenwater dat op ons land valt, op ons Vlaanderen valt, dat we dat de laatste decennia zo snel mogelijk eigenlijk hebben proberen afvoeren via grachten, beken, kanalen, het water zo snel mogelijk afvoeren. En met de klimaatverandering zien we de laatste zomers dat ons dat zuur opbreekt. En met de droge delta trachten we dus te verbeelden hoe dat onze steden, dorpen, onze landschappen er anders kunnen uitzien als we het water veel meer vasthouden om ons te wapenen tegen die droogte.